Kijk eens wat ik eindelijk thuis heb. Mijn melkopschuimer. Wordt mijn ijskoffie nog lekkerder? Wacht, wait a minute. De enigste met melk. Moet wel extra lekker zijn. Gisteren was echt super gezellig. Ik ga nu even mijn vloggie editen. En online zetten. Hoe laat is het nu? Het is pas 9:15. Dus dat ga ik even doen. Be right back. Mijn vlogje staat online. En nu... ik heb net gekookt. We hebben gewoon lekker thuis gechilled de hele dag. Het is natuurlijk gewoon zondag. 29e. Kijk even hoe lekker dit eruit ziet. Daarbij hoort gewoon heerlijk Lawellend. Goedemorgen. Het is vandaag maandag, 30 augustus. Mijn vader en moeder en zus hebben de sleutel. Kijk nou. Waar is die Pika? Kijk, dit zijn hun in het huis voor morgen. Er is natuurlijk nog heel veel gebeuren. Echt zo kut dat ik daar die niet bij ben. Kijk even hoe goed deze koffie eruit ziet. Echt genieten met dat ding. Nieuwe ding. Vandaag moet er gewoon weer gewerkt worden. Ik heb een heel ander rooster dan normaal. Vandaag 11:03, morgen 12:06, woensdag 6:12. En daarna ben ik de hele week vrij. Dus op zich is dat wel lekker. Dan heb je meteen alles gehad. Dus I'm gonna eat this brekkie met een Love Island afleveringetje. Dan ga ik me even klaarmaken voor. Ik ben weer onderweg richting work. Over een week komt mijn nichtje en alles al. Oh, en you, your, Kili. Volgende week, 10e. Echt zin in. Als deze meid er vandoor uit, kom ik op tijd, maar anders niet. Volgende week is trouwens deze week naar de kapper. Ik ben echt benieuwd wat ze gaan doen. Wat het uiteindelijk gaat worden. Wat beter is voor mijn haar. Ben ik weer. Het is nu 2:55. Mocht een kwartiertje eerder stoppen. Ik vergas mezelf. Ik ga even lekker naar de D-shop. Daar heb ik zin in. Lekker kijken of ik daar wat leuks kan vinden voor dit weekend. Daar heb ik zin in. Ik kom eigenlijk niet zo vaak bij dit e-shop, maar het is echt wel een mooie grote winkel. Ik heb het ook eerder laten zien, maar ik vergeet hem altijd meer, omdat het zit zeg maar helemaal niet in de buurt van al deze andere winkeltjes hier in Oranjestad. Wisten jullie dat wij gewoon een Only hebben? Hier ben ik dus nog nooit geweest, dus daar ga ik ook even naar binnen. Dus even kijken of hier iets leuks is. Nieuwe winkeltjes. Deze zit gewoon bij mij om de hoek. Het is een sportwinkel. On the way to... Oh, shitty. Waarom blijft het ding nooit staan? Ik ben onderweg naar de kickboxschool. En Jor komt er zo ook heen. Als het goed is, hopelijk redt hij. Ben ik weer. Het was een heerlijk lesje. Helemaal... bezweet. En ik ben nu even bij mijn vriendje. Die helemaal gek wordt. Omdat... Oh, jullie zien helemaal niks. Nee, wel hier links in het hoekje.
Doggie. Gaan we even een plasje doen? Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Ik ga richting werk. 12 tot 6, weer een lekkere werkdag tegemoet. Goedemorgen, lieve mensjes. Het is vandaag 1 september. Zie ik het nou goed? Avondklok opgeheven. Dit gaat donderdagochtend om 5 uur in. Sluitingstijd wordt verruimd van 9 uur naar middernacht. Toppie. Nou, in ieder geval geen avondklok meer. Beter, want ik wilde net zeggen, mijn nichtje en alles komt volgende week. Het zou zo kut zijn als hun dan ticket alles hebben geboekt en dan gaat hier alles 9 uur dicht. Kleed. Het is nu 10 voor 1. Ik had om 1 uur afspraak gemaakt voor Jacob. Voordat de beeldje hier en even zijn nagels laten knippen. Dus hopelijk is niks engs. Ik heb het idee trouwens dat het ook zijn... Hij heeft hier zo aan de andere kant ook een bultje, maar die zit meer hier in plaats van hier. Met zo'n uitstekend haartje. Ik hoop gewoon dat het eigenlijk dat is, maar dan aan de andere kant en dat het geïrriteerd is of zo. Maar ik wil het gewoon voor de zekerheid laten checken. En daarna... Mogen we binnen zitten trouwens? We zijn thuis. Het was gelukkig niks ernstig. Het was gewoon een fratje. Klinkt heel vies, maar ja, het is waar. Godzijdank geen tumor of weet ik wat het allemaal had kunnen zijn. Morgen moet ik wel even terugkomen om een bloedtest te doen. Omdat die af en toe de laatste tijd, nou ja, soms in één keer weer niet, soms wel heel veel water drinkt. En het kan op zijn leeftijd wel iets aan zijn nieren zijn. Dus ik heb deze aan. Dat licht in die pashokjes is echt dat je denkt, doe maar niet. Kijk, hierboven heb je nog een heel sil gedeelte. Met allemaal dresses. Deze lamp wil ik ook wel. Ik kan niks vinden, niks zit. Ik zoek een witte grote colbert. Leuke gimpen zie ik ook niet echt. Allemaal zo hysterisch. Dit. Ugh. Ik heb je nou ook een doen spannetje. Dat is dat je de ja. Het is tijd voor een zoet aardappeltje. Ik hoop dat ik nog red voor werk. Aardappels duren al zo lang. Ja, vast wel. Het is 5 over 5. Alright. Eten is vast gemaakt. Ik heb nu nog niet echt gehoord, dus ik eet gewoon op werk. Maar gewoon zo overlaten. Kort staartje vandaag. Wat doe jij nou, Mickey? Wat? Wat is er? And we're done! Wow, kijk even hoe ziek Schipper is arrived. Ik wil echt nog een keer een cruise maken eigenlijk. 1 seconde hoor, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Eeuw. Dood katje. Kijk even hoe vet. Ik weet nou niet of je het goed ziet, ik ga even inzoomen. Ik heb nog nooit zo'n schip gezien, zo hoog hier. Dat is toch ziek? Ik wil hier op. In ieder geval, ik ben onderweg naar huis. Het was lekker druk, dus de tijd ging snel. Het is nu natuurlijk iets voor 10, want ik moet 10 uur binnen zijn. En morgen is het... avondklokje weg. Heerlijk. Ik ga lekker slapen. Ik zie jullie morgen. Goedemorgen. Het is vandaag. Maar met die. Kijk hem rennen. Schijtbak. Is niks. Het is vandaag donderdag. Ik weet even niet hoeveel staan. Ik ga even lekker hardlopen. Ik was er heel goed wakker. Ik heb lekker hier geslapen. En
hardlopen, hebben we dat ook al gedaan. Die man zit me heel raar aan te kijken. Zo awkward. Ik heb aan, nog even mijn haar naar staart. Petje weer. Ik vind dat lekker met rennen. Gewoon een beetje undercover petje, bril. Dit setje. Deze voor mijn telefoon. En oude sneakertjes. Wish me luck. We have a little breakie. Ik heb nu 3 kilometer gedaan. Nu schatje. Kijk eens. Watertje. Jij kan niet normaal drinken. Dat is jouw probleem. Kijk daar, dan gooit alles erna. Zo mooi hè. En heel rustig nog. Het is natuurlijk nog mega vroeg. Nu net thuis. Nu meteen weer even met Jake naar de dierenarts voor de bloedtest. Dus gaan we maar even doen met Jake. De deur valt kijken. Let's go. Nou, komen de buurtjes lekker een beetje. Jor gaat wat kipspiesjes en beef op de barbecue gooien. Als ik terug ben ga ik eerst even lekker douchen, want mijn huid is echt, moet echt ongesteld worden. Super slecht, ik voel het alweer. Holy moly! Duur grapje weer dit. Maar ja, bloedtesten waren allemaal goed. Daar ben ik heel blij mee. Dit was de vorige keer. Het is zelfs nog beter nu. Geen idee wat dit is. Ze zegt, wil je dit uitgeprint hebben? Weet ik veel wat dit allemaal betekent. Ik kijk alleen hiernaar. Als het een beetje in het midden zit, dan is het goed. We moeten het altijd maar geloven, hè, wat die mensen allemaal zeggen. Ze kunnen ons alles wijsmaken, want we betalen toch wel voor jou. Zo, ik ben even snel nog wat dingetjes aan het voorbereiden. Satésausje. De buurtjes zijn er al. Gezellig. Barbecue staat ook al aan. Dus helemaal gezellig. Even lekker met de buurtjes wat drinken. Ik heb een paar vleesjes gehaald. Wij hebben een, even kijken. Niet te veel, want ik weet hoe het gaat. Dit. Oh, zo. En nog wat hamburgertjes. Dus dat is wel genoeg. Ik heb mijn haar al helemaal gewassen. Het wordt vandaag een hele spannende dag. Mijn haar, jongens, dat wordt vandaag, als het goed is, bruin. Sta ik er al achter? Ben ik er wel helemaal zeker van? Nog niet. Maar aan de ene kant ben ik wel echt even klaar met de blonde. En ben ik gewoon benieuwd naar... Ik heb echt al 10 jaar mijn haar blond, denk ik nu. Ik weet het niet eens meer precies, maar echt heel lang al. Oh, ik zweet me helemaal kapot. En ja, ik weet niet. Ik heb al een paar keer voorbeelden laten zien van wat ik mooi vind. Dus ik ga nu gewoon naar de kapper. En ik hoop dat ze er wat moois van kan maken, want... I'm still orange. We zijn er. Ik ga snel naar binnen, want ik ben alweer laat. Nou, die past perfect bij mijn kleur. Ik laat hem nu even zo, want ik ga toch nergens heen. Was even om te testen. Maar die kleur is gewoon goed. Nou, die ene serie, daar kwam ik echt niet in. Toen heb ik dit aangeklikt. En het is echt zo'n lekkere wegkijkfilm, dus ik vind hem leuk. Mackie baby, kom jij eens hier. Jij moet naar huisje. Kom eens hier, knuffelen. Kan ik laten zien wat je kan? Kom eens hier, kom eens hier. Kom eens hier. Het is tijd om naar huis te gaan, liefie. Het is nu 5:10. En ik ga lekker vast even een beetje editen. Hoef ik morgen niet zoveel te doen. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En ik ben lekker vrij. En ik heb mega veel zin in deze dag. Want ik ga weer heerlijk een dagje helpen bij Sgt. Pepper. Dus daar ga ik nu naartoe. Ik had eigenlijk een t-shirt besteld. Superleuk. Alleen die vrouw reageert echt mega traag. Ik dacht, anders haal ik die nu ook meteen even op voordat ik daarheen ga. Maar ze reageert niet en ik wil gewoon op tijd daarheen gaan. Dus ik ga wel vast. Ik had deze besteld. Ik zal hem er even bij pakken. Where is my phony?
expres een maatje XL, want ik hou ervan om oversized t-shirts te dragen. En in het zwart. Ik dacht, die is wel leuk en je geeft ook meteen, het is $25, 45 florin. En dat gaat naar alle, hoe zeg je dat, instanties die helpen op Aruba voor de diertjes. Dus dat is wel een goeie. En ik heb hem een beetje, lijkt hardhandig vast, maar dat is niet zo. Die is een beetje bang. Ja. Mijn liefde. Ook een mooier. Ja, zeker. Ik denk dat deze... Ja, deze zien er toch wel anders uit. In. Ja, schat. Kijk eens even naar vondjes. Niks te weten. Een pikje. Ja, ik ben arrived. En het doel van mij is om zoveel mogelijk katoeltjes schoon te maken vandaag. Kijk nou, wat een scheetjes. En er zitten er zoveel. Moet je kijken wat een zooi ze ervan maken. Dus dit moet allemaal schoon. Want er zijn niet zoveel mensjes die... Hé, doe jij eens lief, joh. Stinky. Kijk, deze kleine dan. Die is allemaal naar boven gekropen. Alles voor een beetje melk. Hier zitten er nog heel veel. En hier. Het zijn er wel volgens mij iets minder. Of er zitten er weer een paar... Want we hebben hier ook nog... Mijn camera stelt niet scherp. Ik ga daarmee beginnen. Ik heb nu alle katjes naar binnen geloodst. Even die onderkant schoonmaken. Als ik dat ding open krijg. Dan hebben we daar nog een hokje. Nou, we zijn aangekomen bij de laatste hokje. Die is ook weer schoon. Alles ligt lekker te tukken. Zelfs in de kattenbak. Kijk dan. Ze moeten gewoon lekker een kleedje hebben. Die maken er alweer een soortje van, hè? Stinkies. En nu lekker naar huis. Best combo. Ben ik weer. Ik heb even lekker gedoucht, want ik voel me altijd zo smerig. Maar ik krijg weer een of andere gekke allergische... Ik hoop niet dat ik weer een of andere gekke allergische aanval krijg of zo. Ik ga even weer 5 kilometer hardlopen. Ik ga een beetje voorbij de... Noem maar dat ding. Lighthouse. Ik heb ook geen make-up op. Alleen een klein beetje eyeliner. En heel veel zonnebrand. Want het is bloedje heet. Dus dat ga ik nog meer zweten. Maar ik dacht, ik ben een beetje witjes. En ik ben niet zo iemand. Ik kan niet heel lang in de zon liggen zonder niks te doen. Dus ik dacht, doe gewoon lekker 2-in-1. Heb ik dat weer gedaan vandaag. Ik heb een nieuw ijsje. In plaats van vla na het eten neem ik nu van die passievruchtblokjes. Soms. En mijn hondje ligt lekker bij me. En ik kijk de show van Beyoncé van Coachella. Dat is echt niet normaal, deze vrouw. Zij is echt... Ik kan gewoon niet wegkijken van deze show. Ik hoop dat deze video weer afsluit. Vond je het een leuke video? Vergeet vooral geen duimpje omhoog te doen. En dan zien we mij volgende week weer.